Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Professor Layton en de erfenis van de Azran. We zijn hier in Fungi geëindigd, wat een grappige naam is omdat Fungi mushrooms zijn en we zijn in een mushroom dorp. Wat? Aha, wat? Wat heb jij nou toch voor iets koddigs op je hoofd? Goedendag mevrouw. Als u naar de hoed van deze heer hier wijst, doorgaans wordt dit als een zeer elegant kledingstuk beschouwd. Nee, nee, niet die hoed. Ik heb het over wat jij op je hoofd hebt. Hihi. Ik geloof niet dat de professor Sycamore iets op zijn hoofd heeft. Weet u het zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Hemeltje lief, ik lach met een breuk. Het is dat haar. Wat zijn dat voor komische krullen? Het lijken wel varkensstaafjes. Stond dat er? Weet ik niet. Biggenrace. Deze beeldige biggetjes staan klaar voor de start. Maar ze kunnen pas beginnen als ze hun hokjes staan die overeenkomen met hun rugnummers. De biggetjes willen niet in hun eentje verplaatst worden. Dus je zult er 2 per keer moeten oppakken. Je kunt ze allemaal op tijd voor het start zijn de juiste plaats krijgen. Oké. Ze moeten dus op de juiste volgorde komen. Kijk, dit is echt de simpelste puzzel die ik ooit heb gedaan. Easy peasy, limoen squeezy. Kiboom. Een puzzel reinigt de geest. Een puzzel reinigt de geest, dat klopt, ja. Aha, al goed, al goed. Ik ben wat bijgekomen. Maak van een mug niet een olifant. In ieder geval welkom in ons nederige nederzetting, Fungi. Ik ben Amanita. Eigenlijk laten we geen buitenstaanders toe. Maar voor fijne mensen als jullie kunnen we een uitzondering maken. Die aanmerkingen op mijn kapsel stuiten me enigszins tegen de borst. Maar ik moet toegeven dat dit een fascinerende plaats is. En de naam zeer treffend. Ja, vind ik ook. Ah, we hebben ons nog niet voorgesteld. Desmond Sycamore, archeoloog. En dit, het is me een genoegen. Herschel Layton. Even kijken hoor. Even jeuken. Net zoals professor Sycamore ben ik werkzaam in de archeologie. Ik merk zelf dat zelfs de meest afgelegen plekken op aarde niet ongevoelig zijn voor charmes van een goede puzzel. Ah ja, puzzels zijn hier helemaal in de mode. Wees niet te verrast als mensen je spontaan een puzzel voorleggen. Dat is dat u juist op dit moment kiest om ons daarvoor te waarschuwen is op zich al een soort puzzel. Het spijt me werkelijk dat ik je zo uitgelachen heb. Ik was totaal vergeten hoe krullig het haar van een man kan zijn. Ik begrijp het. Ik moet zeggen dat de mensen in Fungi ook een zeer karakteristiek haarstijl hebben. Als er mensen vervelend doen over het feit dat jullie hier zijn, zeg ze maar dat ik jullie binnengelaten heb. Dan zijn ze wel stil. Je hebt het hoofd koel gehouden en mijn puzzel opgelost. Zelfs nadat ik je zo tegen je haren heb gestreken. Daarvoor ben ik je dankbaar, professor Krullenbol. Sycamore. Excuseert ons, Amanita, maar we willen u om een gunst vragen. We zijn op zoek naar een kleine eivormige steen met graveringen. Heeft u die wellicht gezien? Ja hoor, die heb ik al gezien. Wandel hier rechtdoor en dan kom je vanzelf bij het grote podium. Daar is die steen. Het grote podium, zegt u. Dank voor uw hulp, Amanita. U heeft ons enorm geholpen. Geen enkel probleem. Ik kijk er erg uit naar jullie optreden. Oh, niets. Ik heb niks gezegd. Ga maar, dan zie je het vanzelf. Een slak. Laten we gewoon maar naar het podium lopen. Er heeft zich een behoorlijke mensenmassa verzameld. Ik neem aan dat het grote podium is waar Amanita het over had. Iedereen ziet er opgewonden uit. En kijk hoe mooi alles versierd is. Het is inderdaad erg fraai. Ik vermoed dat hier een soort van traditioneel festival plaatsvindt.
Ah, dat is precies wat ik ook dacht, professor. Aha, uiteraard. Echt waar. Ik kon zien vanwege alles wat hier om ons heen gebeurt. Dat is erg opmerkzaam van je, Luke. Kun je me dan misschien vertellen wat de aanleiding is voor dit festival? Maak je niet druk, Luke. Ik heb op het moment ook nog geen idee. Laten we de feestelijkheden maar wat observeren. Hé, hey, daar is die man die we eerder tegenkwamen. Wat is hij daar aan het doen? Oké. Hey, dorpshoofd. Deze act bedenken was een echte hersenkrabber. Hersenkrabber, ziet u? Nee, ik snap het niet. ik zie niet waar je heen wilt, jongeman. Oké, en deze dan? Oh nee, mijn haar. Het eet me op. Het eet mijn hand op. Ziet u? Het lijkt dus op mijn haar. Mijn hand aan het opeten is. Ik begrijp echt niet waar je het over hebt. Maar je begint me aardig op mijn zenuwen te werken. Dit festival is al dagen aan de gang en ik heb geen snars begrepen van elk optreden dan ook. Ga alsjeblieft van het podium af, verdikken, mijn spit speelt weer op. Oh, kom op dorpshoofd, een glimlach doet u geen zeer. U kunt toch op zijn minst een keer proberen. Ach, wat maakt het ook uit. Ik heb al mijn topmateriaal ingezet en u vertrekt geen spier. Dit is zinloos. Zinloos? Een karabietje. Schat, je probeert het niet hard genoeg. Het moet toch wel iets te verzinnen zijn waarop hij reageert. Maar dorpshoofd Morial is al weken zo. Zelfs als ik nu terug op het podium ga en doldwaze dansje doen, een stel boeren met kiespijn zijn een makkelijke publiek. Oh, kop op lieverd. Het is altijd roze geur en maneschijn. Soms plenst het en dan moet je een paraplu bij je hebben. Wat een eigenaardige mensen. Zijn ze met een soort wedstrijd bezig? Als ik zou moeten gokken zou ik zeggen dat ze proberen het dorpshoofd aan het lachen te krijgen. Daar lijkt het inderdaad op, Luke. En dan kan ik ze niet verwijten dat ze hun best niet doen. Maar dit ritueel zal iets te maken hebben met de Audrasteen, of niet? Volgens mij niet hoor. Het is gewoon. Het ziet er gewoon uit als een feest. Waarom draagt het dorpshoofd hem dan om zijn nek? Oh, professor, kijk, het ei. Ik zie het, Luke. Ons eerbiedwaardige dorpshoofd heeft blijkbaar een ei in zijn bezit. Het lijkt me niet een soort persoon dat het ei zomaar aan ons zal geven. Een echte heer moet altijd positief blijven, Luke. We kunnen het in ieder geval beleefd vragen. Grrr, welke stinkzwammen denkt u dat hij zomaar voor kan kruipen? Maak ik het even. Oh, ik heb jullie plannetje wel door. Ik probeer hier met hart en ziel dorp te helpen. En jullie denken me de kaas van het eekhoorntjesbrood te kunnen eten. Wat hebben we gedaan? We hopen slechts op een audiëntie met uw dorpshoofd om een ruil voor te stellen. Ik wist het. Ik zag meteen die gretige blik. Nou, meneertje, en mijn rij dringt u niet voor. U dient niemand niet. Gesnopee. Oh, nee hoor. Dat was niet de bedoeling. We zijn alleen maar aan het kijken. We willen niet meedoen. Niet zo snel, Luke. Als we een slagen dorp zo aan het lachen krijgen, zou hij wellicht bereid zijn om ons het eigen te geven. Oh, goed idee, professor. In dat geval, ja, we willen graag voordringen. Natuurlijk. Geen bezwaar. Behalve dan... Wat ik jullie al heb gezegd, er komt niemand langs. Ah, juist ja, professor. Blijkbaar is het niet iedereen hier zo vriendelijk als Amanita. Momentje, wat zeg je daar? Amanita? Wat heeft zij hiermee te maken? Amanita was zo vriendelijk ons de weg hier naartoe te wijzen. Ah, dus jullie hebben al een wit voetje bij haar gehaald. Ah, verdorie, wat voor kans heb ik dan? Grom, ik wilde gewoon aan de beurt zijn, mopper. Dat ik een bromsnor heb wil nog niet zeggen dat ik een kwaaier ben. Wauw, dat viel mee. Dan zijn we meteen aan de beurt, professor. Dit is onze kans om met de dorpshoofd Morial te spreken. Niet zo snel, Luke.
Een echte heer heeft wel respect voor tradities. We moeten dit op een passende wijze aanpakken. Oh, oké. Hoe doen we dat dan? Ah, wat gebeurt er? Een stukje voorbereiding voor onze grote optreden. Zo, jij eerst, Luke. Doe je best. Kwaak, kwaak. Jullie moeten het niet opgeven hoor, lol. Ik bewonder hun moed. Ik zou het niet kunnen. Wat ze ook aan het doen zijn. Luke doet een dappere poging om een grenzen tussen de mens en dier te vervangen. Hahaha, meestelijke dorpshof moet toch wel bescheuren? Of niet? Het lijkt niet te werken. Wat een ramp. We voeren hier het toppunt van amusement op en er kan nog geen glimlach vanaf. Er is echt iets mis. Ik begrijp dat uw leider niet altijd zo'n nukkige stemming is geweest. Nee, we hebben geen flauw idee wat er is gebeurd. Hij was altijd het zonnetje in huis, maar nu lijkt hij al een stinkzwam. Onze eerbiedwaardige tegenstander heeft knap weerstand geboden. Misschien was ons krabbenloopje hem wel beter bevallen. Er stond vlak voor zijn neus een gekke bekken te trekken, maar hij vertrok geen spieren. Nou ja, trek het je niet aan. Het was een dappere poging. Nu, professor Sigamore. Misschien dat dat het met uw kapsel lukt. Amanita kwam in ieder geval niet meer bij. Ja, in plaats van mijn modieuze koep in te zetten, zou ik het liefst met mijn klassieke Britse humor willen proberen. Een droge grap voor een droog heerschap. Dat zal meneer Morial goed doen. U bent een moppetapper, professor? Nou, veel geluk dan. De verfijnde humor van professor Sycamore is misschien precies de oplossing die we zoeken voor onze komische compilatie. Complicatie, excuus. Wacht maar af. Jemine, wat is dat voor wee is zoete lucht? Wee is zoete lucht. Heeft iemand een fruittaart meegenomen? Ah, ik vermoed dat u mijn parfum ruikt. De naam is Desmond Sycamore en ik wil u graag een kleine scherts vertellen in ruil voor dat ei dat u daar heeft. Goed dan. Er was eens een familie herten in een bos. Een moeder, een dochter en een zoon. Het moederhert werd geroemd om haar heerlijke taarten, die voor al andere bosdieren bakte. Iedereen sprak voor bewondering over hoe hartelijk en vrijgevig de familie was. Op een dag had de hertenmoeder echter een verkoudheid te pakken, dus vroeg ze haar zoon om de taarten rond te brengen. De zoon vond dat best en nam een mand vol lekkernijen mee en ging op pad. Zijn eerste adres was een huis waar een oud konijnenvrouwtje woonde. Jezus, dit duurt me echt veel te lang. Uit het oog, in het hert. Grappig. Mooi verhaal, maar ik dacht dat u een grap zou vertellen. Nou, ziet u, de laatste zin was de grap. Misschien zijn die pungels hier niet geraffineerd genoeg voor mijn vernuftige spitsvondigheden. Ik voel dat de professor van binnen kookt. Dat verbaast me niks. Het is vast een hard gelach als je grap zo wordt ontvangen. Dit gaat zo niet lukken. Laten we teruggaan naar het dorpsplein en proberen om iets beters te verzinnen. Misschien kunnen we een toneelstukje opvoeren. Een feest voor de zintuigen. Denkt u dat de dorpshoofd daar misschien een gniffel voor over heeft? Zintuigen? Maar natuurlijk. Het viel me iets op aan het dorpshoofd. Hij kon het luchtje van professor Sycamore heel nadrukkelijk ruiken. In dat simpele feit zit wellicht een belangrijke aanwijzing verscholen. Eerst lacht iemand me uit hoe mijn kapsel eruit ziet. Dan word ik verteld dat ik naar een fruittaart ruik. Zelfs engelengeduld is niet eindeloos. We zullen in ieder geval beter ons best moeten doen. Er is hier meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Inderdaad, dorpelingen hebben wellicht nog belangrijke informatie voor ons. Gaan we Amanita maar weer eens vragen.
Ah, meneer Krullenbol, hoe ging het op het festival? Sycamore. En het was een onderhoudende ervaring, dank u. Het heeft er echter nog geen schijn van dat uw dorpshoofd snel in de feeststemming zal zijn. Ach ja, wat geeft het ook? Morgen weer een dag. Hebben jullie trouwens zin om mee te eten vanavond? Ik maak stoofpotten om van te watertanden, weet je? Oh, heus, gebruikt u daarin ook traditionele ingrediënten? Oh, stapels, gebraden stippenswam, reepjes pastinaak en voor de textuur een rijkelijke hoeveelheid mos en boomschors. Sorry, vanavond gaat niet, ik moet mijn haar nog wassen. Maak je geen zorgen, het is volkomen veilig als het gif er helemaal uitgekookt is. Kijk maar naar het dorpshoofd, hij eet het iedere dag en hij blaakt van de gezondheid. Hoe zwaar het me ook valt om uw aanbod af te staan, ik vrees dat onze smaakpapillen niet gewend zijn aan zo'n rijke keuken. Je zegt het erg vriendelijk, maar ik ken een nee wel als ik hem hoor. Nou ja, dan blijft er des te meer over voor dorpshoofd Morial. Misschien helpt het hem uit zijn chagrijn. Heeft u enig idee wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn? Ik heb echt geen idee, maar er is echt iets aan de hand met hem. Het is meer dan alleen een gebrekkig gevoel voor humor. Nou, zou je precies kunnen uitleggen wat iets is? Oh, nu zet hem u voor het blok. Eens denken. Waarom vraag je het niet anders aan zijn familie? De hut van de Morials ligt hier iets ten westen van hier. Je zult hem niet missen. Een uitstekend idee, mevrouw. We zullen ze meteen een bezoekje brengen. Oh, je zou onderweg zijn kleindochter tegen het lijf kunnen lopen. Een zeldzaam geval, dat meisje. Maar wel snoezig. Daarom heet ze ook Truffy. Oh lol, hij werd opgegeten door dit beest. Oké, het is interactiever, dat sowieso, maar ik wil eigenlijk gewoon hint mooientjes. Kijk, is dit Truffy? Oeh, wel een puzzel. Ah, vreemdelingen! Nee, nee, nee! Jullie mogen niet met me praten! Mijn mam zegt dat niet zomaar vreemde kinderen mag aanspreken. Dat lijkt me niet helemaal wat ze zei. Jij moet de kleindochter van Dorps of Morial zijn. Truffy, toch? Maak je maar geen zorgen, je kunt ons vertrouwen. We willen alleen wat vragen over je grootvader. Hoe weten jullie hoe ik eet? En wie heeft het erover opa verteld? Wat is er mis met jullie haar? Ik weet vrij zeker dat we de juiste hut gevonden hebben, professor. Dit is niet eerlijk. Waarom weten jullie zoveel? Weten jullie soms alles? Ik weet wel veel, ja, Turfy. Vogelvoer. Deze tropische vogel heeft behoorlijk onevenwichtig dieet. Hij eet elke dag maar één soort fruit... appels of sinaasappels. Elke dag stopt de verzorger fruit in de vier gekleurde vogelhuisjes. Zoals je kunt zien in het schema, de vogel beslist welk fruit hij die dag wil eten en eet daar dan alles van. Aan het einde van de week ziet de verzorger dat er 5 keer fruit is gegeten uit het blauwe huisje en 4 keer uit het rode. 5 keer uit het groene en 3 keer uit het gele. Welk fruit had de vogel op welke dag? Ah, ja, I got it. Oké. Okay. 5 keer uit het... Oké, dat kan je in het schema ook zien. Er is 5 keer uit het blauwe huisje gegeten. 4 keer uit het groene, oké. Laten we zeggen dat er maandag appels zijn gegeten. Dan zit er dus 1 punt bij blauw, 1 punt bij groen en 1 punt bij geel. Stel, ze hebben sinaasappel op dinsdag gegeten. Dan hebben we dus... 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2 heb je dan. Ik heb een memo.
Ja. Even kijken, dus 1, 1, 1. En dan heb je 2, 1, 1, 2. Stel ze hebben weer sinaasappel, dan wordt dit 2, 2, 3. Dan zou je dus vanaf hier alles moeten negeren wat er onderaan gebeurt. Dat kunnen we proberen. Dan zou je dus hier 3 en 3. Dan zou je hier dus appels moeten, dus dan zou je hier naar 4 en naar 3 gaan. Dan zou je hier dus weer naar appels moeten. Dan zou je naar 5 en naar 4 gaan. En dan zou je weer. Ja. Oh mijn god, ik heb hem weer één keer. Ik ben echt trots op mezelf. Dus dan zou je dus appels eten, sinaasappels eten. Appel, sinaasappel, sinaasappel. Appel, sinaasappel, sinaasappel. Sinaasappel, appel, appel, appel. Sinaasappel, appel, appel, appel. Oké, ik ben er klaar voor. Nice, ik ben trots op mezelf. Ik ben op dreef vandaag. Als jullie zoveel weten, kunnen jullie geen echte vreemdelingen zijn. Waarom zeiden jullie dat dan niet gewoon? Betekent dat dat je bereid bent ons te helpen, Truffy? Ja, natuurlijk. Volgens mam zijn mensen die puzzels oplossen altijd welkom. Je opa gedraagt zich de laatste tijd een beetje vreemd, of niet, Truffy? Heb jij enig idee hoe dat komt? Oh, ja, ik denk wel dat ik het weet. Hij valt de hele tijd om. Dat heeft hij nou al bijna een maand lang. Vanmorgen zat hij helemaal onder de modder aan de ontbijttafel. Mam was woedend. Dat kan ik helemaal begrijpen. Als Truffy's verhaal klopt, dan is er een kans dat we nog sporen kunnen vinden waar het dorpshoofd het laatst gevallen is. Maak je geen zorgen, Truffy. Wij zoeken dit tot op de bodem uit. Oké, weten jullie zeker dat jullie op de bodem moeten zoeken? Volgens mam moet je altijd hoog mikken. Kijk, nog een intmentje erbij gevonden. Jakkes, volgens mij lopen mijn schoenen vol met modder. Het lijkt erop dat alleen de dorpskern op solide grond gebouwd is. Let op dat je niet onderuit gaat. Misschien dat het dorpshoofd hier ergens is uitgegleden. Dat lijkt aannemelijk. We zullen de boel hier eens goed bestuderen. Hier is hij gevallen. Luke, wat denk je hiervan? Oh, dat is een persoonsafdruk. Dat is behoorlijk solide bewijs. Ik vraag me af hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om op die manier te vallen. We zullen direct de omgeving eens zorgvuldig onderzoeken. Wellicht vinden we meer aanwijzingen. We moeten nog steeds hier zijn, oké. Deze wortels zijn nogal dik en je kijkt er makkelijk overheen. Zou het dorpshoofd hierover kunnen zijn gestruikeld? U denkt van niet? Ah, professor, daar groeit zo'n Rafflesia. Dat zijn van die ontzettende stinkbloemen. Laten we dat stukje maar overslaan. Onplezierige luchtjes zouden je niet van een grondig onderzoek moeten weerhouden, Luke. Als je goed kijkt, kun je zien dat er iemand op de bloem heeft gestaan. Echt waar? U suggereert dat het dorpshoofd uitgegleden is over die grote bloembladen? Bekijk de bloem eens maar eens van dichtbij. Luke, niet bang zijn. Als u het zegt... Huh, dat is vreemd. Je ruikt hem helemaal niet.
Zo zie je maar, soms is de natuur van de grootste puzzel van allemaal. Maar ook als je hem niet ruikt, kan het dorps hoofd met zo'n grote felgekleurde bloem toch niet zomaar over het hoofd zien. Truffel vertelde dat haar grootvader pas sinds kort zo vaak valt. Wellicht kunnen we nog ergens anders zoeken. We hebben het huis van het dorps ook nog niet bezocht. Moeten we niet eerst nog een beetje rondkijken? Een goede detective moet de zaak van alle mogelijke kanten bekijken. Laten we terugkeren naar het dorp. Jullie zijn terug. Hebben jullie het kunnen vinden? De plaats waar opa Splat ging? Jazeker, dankzij jouw hulp, Truffy. Oh, dan ben ik blij dat ik er was. Anders zou ik jullie helemaal niet kunnen bedanken. Maar als jullie meer willen weten over opa, waarom vragen jullie dan niet aan oma? Ik vind jullie maar malle mensen. Ah, dat zouden we graag doen, als het geen probleem is. Waar zouden we haar kunnen vinden? Hebben jullie nog niet genoeg haar? Oh, jullie hebben de oma. Die is in de hut. Om eerlijk te zijn heb ik oma al gevraagd of jullie mocht vragen om oma te mogen vragen over opa. En, wat anders worden ze erop? Ze antwoorden dat ik de volgende keer niet zo snel moet praten en geen rare vragen moet stellen. Ik denk dat het ja betekent. Nice. Very good. Very nice. En bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Erfenis van Azran. Adios, amigos.